Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is 11:30 en om 12 uur komt de taxi en dan vertrekken we op vakantie. Dus ik ga jullie meenemen op ons avontuur. Al de koffers staan gereed. Dus ballen. Want we gaan dit keer voor 10 dagen. Can't stop me now. You know what's coming, so be warned. You can't stop me now. You can't stop me now. For destiny I'll take the long way proud. Oh, I know what I've earned, and now it's my turn, lighting the fuse, let it burn. My time is rising, and you can't bring me down, can't stop me now. Zo, het is nu late avond ondertussen. We hebben juist onze koffers uitgepakt. We hebben nog snel een half uur de tijd gehad om te eten. We waren hier om 9 uur en om half 10 sloot het restaurant. En nu gaan we nog even iets drinken. En dan gaan we slapen. Dus ik denk, even kijken, half elf al. Dus we staan hier nu even bij de bakker voor goed licht te hebben. Het is onze eerste avond in Ibiza. Vandaag gaat meer zo'n vlog zijn met veel achtergrondmuziek, want het is meer een travel vlog. Met veel lawaai en weinig mogelijkheid om mij te kunnen verstaan. Dus alles wat ik heb gefilmd gaat bijna met achtergrondmuziek zijn. Ik denk niet dat er veel gaat zijn waar je mee gaat horen praten. We hebben juist van de berg naar beneden geklommen, want we liggen op de hoogste kamers. Ik ga jullie morgen laten zien in de nieuwe vlog. Ik denk dat ik dagelijks vlogs ga filmen. Het ligt eraan hoeveel beeldmateriaal ik ga verzamelen. Maar ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk jullie mee te nemen in mijn avontuur. Ik weet niet of ik al gezegd heb, we zijn op Ibiza in het Marble Stella Maris Hotel. Dit is het hotel dat we altijd naartoe gaan. We zijn er super tevreden van, super vriendelijk personeel. Dus zeker een aanrader als je gewoon naar Ibiza gaat. En we gaan nu nog een lekker cocktailtje drinken. Ik ga dat ook nog filmen. Maar ik ga hier al de vlog afsluiten en dan zet ik die beeldjes hier nog voor. Dus hopelijk vonden jullie het een fijne traveldagvlog. En ik ben blij dat ik jullie heb mee kunnen nemen in dit chaosgedoensel, want Eindhoven was een chaosdag. We zijn 3,5 uur op voorhand op de luchthaven geweest en we hadden nog een kwartier de tijd voordat we moesten boarden. Dus zo lang heeft het geduurd eer dat je door de security bent. Het is echt niet normaal hoeveel chaos. Dus, ik ben blij dat de dag over is en we zijn allemaal stikkapot, dus ik ben blij dat we de dag kunnen afsluiten en morgen een rustdag kunnen beginnen.